Welcome to the third Science Dates. We welcome Wieke Pot, who is assistant professor at Wageningen University and Research. Also from Wageningen is Anke Brons, who works there as a postdoc. Waar hoop je dat mensen je later aan herinneren, wetenschappelijk gezien? Wetenschappelijk gezien? Oké. Ja, er zijn eigenlijk denk ik twee manieren waarop ik dat zou willen beantwoorden. Ik, bij het nadenken over die vraag dacht ik van wetenschappelijk gezien, dat hangt voor mij heel erg samen met maatschappelijk gezien. Ik ging een beetje nadenken over de stelling. En ik dacht, ja, waar voor mij heel erg de meerwaarde van mijn onderzoek in zit, is ook wel echt dus de maatschappelijke impact. Dat ik echt een soort missie heb met mijn onderzoek. Kijken naar wat inclusiviteit betekent, hoe je dat op verschillende plekken vorm kunt geven, hoe je meer sociale gelijkheid eigenlijk in de wereld kan brengen. Ja, dat is heel grootschalig, maar ja, dat is wel een beetje mijn drijfveer. En toen dacht ik, ja, dus het hangt bij mij eigenlijk heel erg samen, wetenschappelijk en maatschappelijk gezien. Dus ik denk, mijn bijdrage zou vooral zitten denk ik in dus begrijpen wat inclusiviteit is, hoe je dat vorm kan geven op verschillende plekken. Nou, in dit geval heb ik dat gedaan op het voedseldomein. En dat het heel belangrijk is om kritisch te blijven op wat je bedoelt als je zegt dat iets inclusief is. En ook goed je te laten informeren eigenlijk door de mensen over wie je dat zegt, laat ik het zo zeggen. Ik had eigenlijk ook een beetje hetzelfde als jij, dat ik, misschien zitten we daarvoor ook in Wageningen, dat ik ook meteen moest denken aan, ja, wetenschappelijk gezien is leuk, maar ook voor mij zou gelden dat ik ook graag maatschappelijk wat wil hebben bijgedragen. Ja, mijn doel ligt ook veel meer in... misschien ook dus meer een soort bijzonder hoogleraarrol waarin ik de combi kan leggen met veel met de praktijkmensen werken. Ja. En de vertaalslag kan maken, vooral ook dus met overheden, om te kijken naar wat werkt nou, waardoor zij die besluiten inderdaad ook anders gaan nemen. Dus heel erg op die overheid besluitvorming, dat interesseert mij nog steeds heel erg. En een steentje bijdragen aan dat we toch actie hebben ondernomen op die grote opdrachten, die klimaatverandering die op ons afkomt. Ik maak me daar echt zorgen over. Ja. Dus ik hoop dat inderdaad mijn kinderen wel zullen zeggen, je hebt niet stilgezeten, man. Ja. Nee, ja, ik kan niet in mijn eentje de wereld veranderen natuurlijk. Dus ik moet ook kijken wat past bij jou in dat stukje. En daar ben ik altijd naar op zoek geweest ook. Ik ben in het verleden ook consultant geweest. Moet ik het meer in de praktijk echt doen? Ja. Of past zo'n rol als wetenschapper mij? En bij mij zit dat altijd een beetje tussenin. Een beetje tussenin, ja. Ja? Ik wil het ook doen, maar ik zie je staren. Nee, dat is goed. Dat wil ik doen. Door welke van jouw onderzoeksresultaten werd je het meest verrast? Mijn onderzoek ging erover hoe overheidsorganisaties eigenlijk meer de lange termijn en lange termijn beslissingen kunnen nemen in het hier en nu. En daardoor was een verrassend resultaat voor mij wel, wat je in de literatuur natuurlijk veel leest en misschien ook wel om ons heen vaak roepen, dat politici daarin niet helpen. Hè? Dat er best wel veel misschien kortzichtigheid is en dat we last hebben van de electorale cyclus daarin. En eigenlijk bleek uit mijn onderzoek dat ook politici juist wel een kans kunnen bieden om echt die langere termijn goed op de agenda te zetten. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Eigenlijk aan de ene kant kan een politiek leider zelf dus veel meer lange termijn georiënteerd zijn. Dus meer doordat hij meer ondernemend is ingesteld en ambities op tafel legt. Ook in staat is om de middelen bij elkaar te leggen en daarvoor te lobbyen eigenlijk ook binnen zijn eigen club en soms ook met andere organisaties. Of heel ook gericht is op samenwerking, dus ook samenwerkingsvaardigheden helpen daar soms wel bij. En een ander aspect over die samenwerking is dat bestuurders, we hebben het over bijvoorbeeld wethouders of bestuurders van waterschappen zitten ook in heel veel netwerken. Mm-hmm. En daar halen ze ook heel veel kennis op over nieuwe technologieën bijvoorbeeld, waar het gaat om... ik noem maar wat, circulair worden. Of ze willen ook graag ambities daar samen afstemmen. Hè? Dus ook je ziet heel veel bestuursakkoorden ontstaan ook wel uit dat soort netwerken. En dat is ook een belangrijke kracht eigenlijk voor dat soort type beslissingen. Dus eigenlijk willen ze dan niet achterblijven op zijn minst. En ze brengen ook nieuwe inzichten mee. En voor lange termijn beslissingen is het natuurlijk belangrijk dat ze ook... Dat je niet alleen maar de stabiliteit hebt van de ambtelijke organisaties die blijven doen wat ze altijd al deden. Maar die ook steeds weer die inzichten kan verversen. En daar spelen politie eigenlijk dus, en vooral bestuurders, daar ook een positieve rol bij, zou je kunnen zeggen. Ik heb onderzoek gedaan naar thema inclusiviteit op het gebied van duurzaam en gezond voedsel. En daarbij heb ik gekeken naar verschillende bevolkingsgroepen in de stad, vooral de stad Almere. En wat me eigenlijk het meest opviel, ik heb onderzoek gedaan onder de groep Syrische inwoners van Almere.
en ook van Enschede. Hoe groot eigenlijk soort de veerkracht is van die mensen om hun voedsel voor elkaar te krijgen. Dus te kunnen eten zoals we altijd al aten. En ook hoe groot dan de rol van een soort informeel netwerk er eigenlijk in is. Dus zeg maar, ja, voordat ik aan het onderzoek begon, wist ik eigenlijk helemaal niks ervan. En als je daar een beetje in gaat duiken, dan blijkt dat een soort een hele grote, ja, laten we zeggen, informele sector daaromheen speelt. Met allemaal netwerkjes die ze met elkaar hebben. Een heel leuk voorbeeldje vond ik in Enschede, waar een boer begon met Syrische kaas produceren. Dus een heel oer-Hollandse boer in plaats van alleen maar melk. Hij merkte dat veel Syriërs kwamen die melk kochten om zelf kaas van te maken. Toen dacht ik, nou, dat lijkt me eigenlijk leuk om dan zelf die kaas te gaan aanbieden. Ja. Dus ik vond het heel interessant om te zien hoe het voedselsysteem echt al verandert in respons op die Syriërs, maar ook hoe ze dus zelf heel actief daaraan bijdragen. Ik heb gekeken naar zowel mensen uit Enschede, dat is eigenlijk een groep Syriërs die al best wel lang in Nederland was, dus die zijn al een jaar of 20, 30. Dus je hebt een wat oudere groep, zeg maar, migranten en een wat nieuwere groep. Dus je kan ook wel zien dat die een beetje met elkaar verder helpen. Maar vooral bij de mensen in Almere, dat is natuurlijk dat was een wat nieuwere groep, daar gebeurt het veel digitaal. Dus je had veel Facebook groepen die dan bijvoorbeeld werden opgericht en WhatsApp groepen. Allemaal in het Arabisch, dus dat krijg je natuurlijk normaal gesproken niet echt mee. Nee. Maar dus veel van digitale netwerken die ook wel echt ingezet. En blijft het dan toch vooral nog wel gesegregeerd? Of zie je ook een soort kruisbestuiving eigenlijk, waardoor Nederlanders meer Syrische producten gaan afnemen versus Syriërs misschien toch ook wel wat dieet dingen aanpassen of inkopen? Ja, nou andersom heb ik het niet zo onderzocht of Nederlanders ook Syrisch gaan eten. Maar je zag wel dat, zeker bij de mensen die wat langer in Nederland waren, dat ze ook wel gewoon bijvoorbeeld stamppot gingen eten of zo. Dat vond ik zelf heel grappig. En pannenkoeken. Want dat waren makkelijke gerechten, vooral daarom eigenlijk. Want de Syrische keuken is best complex. Ja. En naarmate ze steeds meer in het Nederlandse leven werden meegenomen, moest je bijvoorbeeld ook op kantoor snel lunchen en dan moet je bijvoorbeeld brood gaan eten, bijvoorbeeld, want anders is het veel lastiger. In mijn onderzoek heb ik niet alleen hiernaar gekeken natuurlijk, maar ook naar voedselbeleid. Heb ik gekeken in de stad Almere, hoe dat werd ontwikkeld. En dan ook daar weer gekeken hoe inclusief dat is en in hoeverre dus ook bijvoorbeeld dat soort voedselpraktijken die niet zo heel zichtbaar zijn, of die ook worden erkend en meegenomen. Ja. En dat gebeurt dus niet echt. Dat was een van de conclusies die ik daar trok. Dus ik denk dat we daar daar kunnen we iets meer over leren. Dus kijken naar wat er allemaal gebeurt bij allerlei verschillende groepen. En er zitten ook duurzame elementen in, bijvoorbeeld dat ze veel vers eten. Veel met peulvruchten werken in plaats van met vlees. Dus van die culturele gewoontes die interessant zijn, duurzaam zijn, maar die we niet direct herkennen als duurzaam. Hé, hey, een ander kleurtje. Ja, verrassing. Tegen welke wetenschapper kijk je enorm op? Waarom? Oh jeetje. Ik denk dat de kracht in wetenschap toch ook wel zit dat je dus gevormd wordt door de diversiteit aan mensen. En dat je met verschillende mensen kunt samenwerken. Dus ik vind, in onze groep bijvoorbeeld, nou ja, heb ik wel heel veel aan Katrien Termeer, onze hoogleraar, gehad. Omdat zij heeft echt een bestuurskundegroep opgestart ook in Wageningen. En heeft ook altijd die buitenwereld gezien. En ze zit in de SER en in de Raad van Openbaar Bestuur. En tegelijkertijd is ze hoogleraar en manager de groep. En is ze ook nog in staat wel te schrijven. Dus dat is natuurlijk een knappe combinatie van activiteiten ook. Ja. En heeft ze ook altijd veel gezien van wie wil ik, nou ja, welke activiteiten laten doen, ook om ze te ontplooien. Dus daar heeft ze ook wel oog voor in die zin. Dus om het ook mogelijk te maken om te groeien weer daar. En mij dus ook al voordat ik klaar was met mijn PhD, wist ze me alweer te binden aan het volgende. Ja. Maar dat typeert daar ook wel. Hè? Dat regelt ze ook op een handige manier. Maar ze krijgt ook binnen de universiteit vaak wel die dingen voor elkaar, als ze dan iets wil. Daar heb ik zeker, in die zin staat ze hoog in mijn aanzien. Ik werk nu ook veel met Paul het Hart, die ken ik misschien uit Utrecht. Nou, dat is ook een bestuurskundige die vind ik ook heel inspirerend in zijn bevlogenheid eigenlijk. Hij doet veel in crisismanagement literatuur en ik vind hem heel aanstekelijk in zijn tempo en snelheid van denken. En hij heeft zo'n soort creativiteit ook in schrijven en in taal, die het heel fijn maakt om samen te werken, omdat hij niet altijd een standaard theorie van de plank pakt, maar ook kan denken in nieuwe concepten en tegelijkertijd ook hij weer wel bezig heel erg is met wat zijn de problemen van nu. En veel aan het praten is gewoon met de overheidsmanagers van nu. Dus ook altijd gevoel houdt voor wat er echt gaande is en waar behoefte aan is. En vanuit daar heeft hij nu ook switcht hij een beetje ook naar onderwerpen zoals klimaatadaptatie en verduurzaming. Omdat hij ook
En dan zoekt hij ook heel bewust dus weer jonge mensen op om mee samen te werken. En dat is denk ik ook een kracht, dat je op een gegeven moment... Kijk, voor ons is het nog heel leuk om met een soort mentors en oude mensen boven je te hebben. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk ook heel goed als je jezelf kan blijven opnieuw uitvinden en verbeteren. Ja. Door juist weer de aansluiting te vinden bij jonge mensen. Ik heb wel echt een soort mentor in mijn co-promotor, Sigrid Wertheim-Hek. Dat is, die was lector bij de Eres Hogeschool toen ik daar mijn PhD deed. En nu is ze universitair hoofddocent bij de vakgroep in Wageningen. En wat ik heel erg in haar waardeer is ook wat jij eigenlijk net noemt. Dat ze mij in ieder geval altijd heel erg de kans heeft gegeven om samenwerkingen aan te gaan. En mij te introduceren bij allerlei netwerken. En allerlei kansen te geven om te ontwikkelen. Dus dat is echt iets waar ik heel erg... Dat inspireert me ook heel erg. En ik ben heel blij dat ze dat mij de kans heeft gegund. En ook altijd heel veel ideeën heeft en heel veel energie. En dat vind ik ook heel erg leuk. Dus dat is eigenlijk in het dagelijks leven. Verder wat ik ook meer een soort van, laten we zeggen, wetenschappelijk in het werkveld waar ik natuurlijk vaak mee aan refereer, is het wel Elizabeth Shove. Dat is, ik weet niet of je die kent, een Britse wetenschapper in Lancaster City. En die werkt veel met practice theories. En dat is een theorie die ik ook gebruik. Ja. En je hebt daar allerlei soort van smaakjes van de practice theories. Je hebt hele filosofische. Maar zij maakt het best wel toegepast. En dat vind ik heel leuk, want ze doet dus heel veel ook met de praktijk. Ze heeft ook een soort centrum opgericht voor samenwerking met, vooral op het gebied van energie. En echt ook heel erg dus gericht op samenwerking met de overheid en industrie en dergelijke. En ook echt heel erg sterk ingaan tegen het beeld dat we als mensen een soort van homo economicus zijn en rationeel denken. En dat is heel erg waar ze altijd tegen in wil gaan. En dat inspireert me ook wel heel erg, want dat is ook waar ik zelf ook heel erg wel best wel niet mee eens ben. Dus ook wel graag mijn inspiratie vandaan haal. And that's it for our third episode. We hope to see you for our next one as well. Stay tuned.